Welkom bij Zorg in de Regio, met daarin de volgende onderwerpen. Een van onze vaste partners van Zorg in de Regio, Groenhuizen, kreeg afgelopen december een prachtige prijs en zo ook de juiste waardering voor het goede werk. Algemeen directeur Henny Brons vertelt ons over deze prijs en kijkt mee terug naar het veelbewogen jaar 2015 in de zorgsector, maar ook naar de toekomst. Henny Brons tegenover mij, dank dat wij hier in dit prachtige gebouw bij Groenhuizen mogen komen met Zorg in de Regio. Allereerst gefeliciteerd, want jullie hebben een prachtige award gewonnen. Ja. Vertel eens. Ja, dat was heel bijzonder. Op 1 december 2015 kregen we te horen dat in Amsterdam bekend was gemaakt dat ING, de Erasmus Universiteit en Deloitte samen ons bekroond hebben tot Best Managed Company 2015. Dat is wel heel bijzonder, want wij waren met nog maar 1 zorginstelling de enige 2 die in de regio Zuidwest-Nederland die award hebben gewonnen. Hoe mooi kan je 2016 beginnen? Ja, dat was wel een mooie start. Ja, maar ik wil toch even terug met naar 2015. Een turbulent jaar vanuit de zorg. Ja. De WMO, de transitie. Ook bij jullie stond die natuurlijk hoog in het vaandel om goed doorgevoerd te worden. Hoe is het allemaal verlopen 2015? Ja, ik heb het wel hier intern genoemd een soort achtbaan. Achtbaan aan ontwikkelingen. Het was dus niet alleen de WMO, maar ook de wijzigingen in de ziektekostenverzekering en in de wet langdurige zorg. Alles bij elkaar zag je wel dat ouderen een beetje de weg gingen kwijtraken. Dus ze hebben echt behoefte om bij hun zorgvraag goed ondersteund te worden. Die zijn eigenlijk het kind van de rekening geworden. Ja, al dat opknippen over die verschillende schotten, dat maakt het ongelooflijk complex. Niet alleen voor ons als zorgaanbieders, maar vooral juist voor de zorgvragers. Ja, nou goed, daar zijn jullie goed doorheen gekomen, veel contracten gesloten. De huishoudelijke zorg, dat is een bewuste keuze voor jullie om die dus eind 2015 dus uit het totale pakket te halen bij Groenhuizen. Ja, we waren daar sowieso al heel erg klein. We leverden in alleen nog maar de gemeente Rukven een klein pakket huishoudelijke zorg. En we hebben dat in goed overleg met onze collega Thuiszorg West-Brabant aan hen overgedaan, zodat de zorg voor de cliënten en ook de zorg voor onze medewerkers gewoon gecontinueerd kon blijven. Jullie zijn ook, hebben een aantal prachtige locaties hier in het, met name dit gebied. Wat is daarin gebeurd 2015? 2015 zijn we begonnen met een grote aanpak van het verpleeghuis Wiekendaal in Roosendaal. En we zijn daar op verschillende fronten aan de slag. Mm-hmm. En dat komt dan in 2016 weer gereed. Dat is de ontwikkeling van het Parkinsonhuis. Mm-hmm. Een prachtige voorziening voor Parkinson cliënten. Dat is ook de enige voorziening, gespecialiseerde voorziening in Zuidwest-Nederland. Ja. Totaal komen daar zo'n 32 cliënten. Allemaal in de 2 zwaarste stadia van Parkinson. Ja. Speciaal opgeleide mensen ook daarvoor? Ja, speciaal opgeleide verpleegkundigen. Ook onze arts. Er zijn een aantal artsen verbonden aan het centrum. En een van onze artsen promoveert ook op het gebied van Parkinson. Zit in een internationale onderzoeksgroep. Ja. En vandaar hebben wij veel kennis op dat gebied in huis. Dan zijn er meer locaties. In samenwerking met de gemeente Roosendaal hebben jullie het Odensehuis. Ja, het Odensehuis, naar voorbeeld van een aantal van die Odensehuizen in Nederland. Eigenlijk laagdrempelig inloopcentrum en ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende verwardheid. Vaak ook een beginnende Alzheimer. Mensen die dan welkom zijn bij ons, daar activiteiten, structuur, maar ook natuurlijk voor hun lotgenoten, voor hun partners, een lotgenotencontact. Mm-hmm. Zodat ze elkaar ook kunnen ontmoeten, met elkaar ook de gevolgen van die verwardheid kunnen opvangen. Nou, hebben jullie het keurmerk betreffende dementie ook verworven in 2015? Ja, dat was eind van het jaar. In december 2015 kregen we als een van de 6 instellingen in Nederland, er waren er maar weinig die dat hebben, het keurmerk voor zorg voor jonge mensen met dementie. Dus het is voor jong dementerende. En we hebben daarvoor een aparte kliniek in Heemstede voor 32 jong dementerende. En ook nog een hele mooie dagbehandeling waar erg veel bezoekers komen elke dag. 2016, daar staan er echt mooie dingen te gebeuren. We hebben een turbulent jaar 2015 achter ons gelaten. Maar de cliënten, een overvloed aanbod vanuit
de cliënten is op dit moment aan de orde? Ja, dat is wel ergens ook weer tragisch. Want dan we moeten natuurlijk maatschappelijk ervoor zorgen dat de wachttijden niet te veel oplopen. Mm-hmm. En ik zie op dit moment dat dat wel gebeurt. Dus we moeten alle zeilen bijzetten om onze capaciteit uit te breiden. En om de enorme vraag die er op dit moment is, om die goed op te vangen. Want wachten thuis, als je eigenlijk al de beslissing genomen hebt dat het thuis echt niet meer gaat. Ja, dat is altijd heel erg vervelend. Parkers van Huis, nog even terugkomen. Juli, augustus is de opening daarvan. Uitbreiden van een aantal cliënten. Je zit op... Hoeveel cliënten komen daar te zitten? 32. 32 totaal? Ja. Met zware Parkinson? Ja. Ja. Het hospice? Hospice van 12 naar 16. Ja. 4 plaatsen erbij. Mm-hmm. En wat ook nog wel vermeldenswaard is, dat wij daarbij ook in diezelfde gebouw hebben we dan ook specifieke opvang voor mensen met een zware beademingsproblematiek. Mm-hmm. Dus we kunnen we breiden ons aanbod enorm uit op het gebied van die gehele gespecialiseerde zorg. Nou, wie het er zeker eigenlijk een pluim op de hoed verdient is Janneke van de Herenmeent. Ja. Met het project Zorgeloos Wonen. Ja, Janneke is directeur van onder andere de Groenhuizen WMO. Maar zij draait ook Zorgeloos Wonen. En Zorgeloos Wonen is eigenlijk... daar hebben we ook een beetje die prijs, de Best Managed Company, aan te danken. Ja. Want we hebben daar kunnen aantonen dat we heel flexibel kunnen inspelen op die verandering in de verzorgingshuiswereld. Dus we hebben nu wonen, diensten en zorg op een uitstekende manier verbonden. In verschillende labels, sublabels. Ja. En daar is gigantisch veel belangstelling voor. Het concept zelf is ook gekopieerd op verschillende gebieden in Nederland. In het Gooi, in het Achterhoek en Rotterdam. Dus uitstekend werk van Janneke. Ja, we zullen niet te lang op doorgaan. Want er komt soms salarisverhoging bij. Hè? Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Het laatste is Wiekendaal. Ja. Wiekendaal, we hadden het al eerder over een prachtige locatie. De revalidatie, dat is in maart en september, gaat dat ook plaatsvinden? Ja, de revalidatieunits zijn helemaal opnieuw gebouwd eigenlijk. Hè. We hebben een prachtige revalidatie die tussen maart en september beschikbaar komt voor mensen met CVA, met hersenbloedingen, maar ook orthopedie. Maar ook de cognitieve revalidatie voor mensen die, zeg maar, verwardheid in combinatie met een nieuwe heup of een nieuwe knie, maar die dan toch met die verwardheid moeten revalideren. Dat vraagt weer hele specifieke inzet en deskundigheid. Nou, ik ben heel blij als we het komend half jaar die afdelingen ook in gebruik kunnen gaan nemen. Want dat betekent een enorme stimulans voor de geriatrische revalidatiezorg. Nou, het is duidelijk. Bij Groenhuizen zitten ze niet stil. En ik wens jullie veel succes namens Zorg in de Regio bij de uitbouw van deze prachtige labels. Ja, dankjewel. Leon Wijnen van CULI, een onderdeel van Ordina, laat ons zien wat de grote voordelen kunnen zijn van de juiste manier van werken met een persoonsgebonden dossier, ofwel PGD. In de lobby van het Kellebeek College in Roosendaal vertelt hij ons hierover en laat ons ook zien hoe om te gaan met het sleutelwoord privacy. We willen het graag eens hebben met jullie over een van jullie mooie, de PGD, persoons... persoonlijk gezondheidsdossier, moet ik zeggen. Fantastisch, en als ik de banner zie, ja, dan symboliseert dat eigenlijk alles, die one-liner. Met jullie ben je altijd dichtbij. Ja, ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Nou, dat is eigenlijk kun je eens even iets korts vertellen over wat eigenlijk die PGD inhoudt? Ja, de PGD staat voor persoonlijk gezondheidsdossier. Wij geloven dat er meer zorgregie naar die zorgbehoevende zelf moet. Het PGD is daar een instrument voor, want een zorgprofessional zoals een arts of een specialist of een verpleegkundige, die hebben allemaal hun eigen dossiers. Maar als je wil dat de patiënt, cliënt zelf regie neemt, dan heeft hij ook informatie nodig. Nou, daar zorgen wij voor. Wij zorgen dat dat persoonlijk gezondheidsdossier gevuld wordt met die relevante informatie van jou, zodat jij regie kan nemen over je gezondheid. Ja, maar als je dat nou niet zelf kan, want daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. In die fase kom je, bepaalde cliënten komen daarin. Je had een mooi voorbeeld hoe het gewerkt heeft bij jouw vader. Ja, dat klopt. Mijn vader, ja, inmiddels is hij overleden, maar we hebben 3 jaar lang hebben wij CULI ingezet voor de zorg voor mijn vader. Misschien wel een klein stukje vooraf. Je ziet dat binnen verpleeghuizen, waar mijn vader dus ook zat, dat men daar worstelde met van hoe gaan we nu die familieparticipatie nu vormgeven. Nou, met CULI konden we dat heel mooi doen. Waarom konden wij dat mooi doen? Wij konden het hele netwerk rond mijn vader konden wij actief betrekken door informatie over mijn vader, die alleen tot
dan binnen die zorginstelling was, om die te brengen naar mijn vader of eigenlijk naar mij als wettelijke vertegenwoordiger en dat hele netwerk rond mijn vader. Daarop inhakende, jij bent de eindverantwoordelijke, want jij kreeg die informatie binnen. Ja. En jij bepaalt ook bij wie dat die verder terecht kwam, toch? Hè? Dat klopt. Ik kom per element in dat persoonlijke gezondheidsdossier, per zorgrapportage, zorgplan, beveiligd bericht wat er binnenkwam, kon ik zeggen, nou, die informatie mag die persoon zien. En zo werd dat gedeeld met het netwerk en vond er dus communicatie zowel tussen mijn familieleden plaats als met de zorgprofessionals. Die waren dus eigenlijk constant volledig op de hoogte van de situatie van je vader? Precies. Daar waar ze voorheen misschien eens in de twee weken een keer langskwamen en een update kregen. En eigenlijk nog niet eens een volledige update, alleen van die dingen die op dat moment speelden. Waren ze nu continu op de hoogte van wat er speelde rond mijn vader. Als je dan de rol van de zorgaanbieders, hè, want dat is heel belangrijk. Ja. Dat jij als eindverantwoordelijke ziet wat er gebeurt, in dit geval met jouw vader. Ja. Wat er eigenlijk bijgestuurd moet worden. Dat kon je uit die informatie allemaal halen? Ja, ja, ik zag bijvoorbeeld dat mijn vader bijvoorbeeld gedrag vertoonde dat hij bijvoorbeeld niet wilde douchen. En de zorgprofessional kreeg hem niet zover dat hij dat wel ging doen. Hij werd heel recalcitrant. Maar het feit dat vooral mijn tante hem daarop aansprak van, goh, Peter, luister, je zou toch iets vaker moeten douchen. Dat had direct effect. Veel beter effect dan wanneer een zorgprofessional of ik hem daarop aansprak. Ja, dus eigenlijk, dat zijn de mooiste voorbeelden, kleine dingetjes kleine die vreselijk dingen. Belangrijk zijn om het eigenlijk het leven toch wat draagzamer te maken. Ja, uiteindelijk gaat het om die welzijn van in dit geval mijn vader. En dat hielp. En de professional werd er ook mee geholpen. Ja, alleen wat je wel ziet, de zorgprofessional moet er enorm aan wennen. Want die heeft altijd een cultuur gehad, een opleiding gehad. Wij regelen het zelf. Wij regelen het voor hem. Maar die tijd is voorbij. We moeten gewoon, als het ware, zorgen dat de familie actief betrokken is, zodat zij zich kunnen richten op die dingen waar zij goed in zijn en gekwalificeerd voor zijn. En dat is niet het regelen van allerlei bijzaken die de familie ook kan regelen. Dit programma, dat is ontwikkeld door Qlee of is het voor iedereen? Het is voor iedereen beschikbaar. Het is ontwikkeld door een aantal zorginstellingen met een ICT-bedrijf. En het is inmiddels beschikbaar voor iedereen die zich bezighoudt met zorg. Of het nou een zorgprofessional is of een zorgbehoevende of een familie, een mantelzorger, dat maakt niet uit. Iedereen kan van Qlee gebruik maken. Ben je zo niet bang dat ook heel veel medische gegevens eindelijk op straat komen te liggen? Nou, in theorie kan dat. In de praktijk is het zo dat alle informatie blijft binnen Qlee. Dat is een veilige omgeving. Nou, in technische termen NEN 7510 gecertificeerd. Dat betekent dat alle belangrijke eisen waar de zorg zich op richt, die zijn doorgevoerd in het systeem. Mm. Uiteindelijk, kijk, elk systeem is wel informatie, kan gelekt worden. Als ik een foto maak van iets, dan kan ik dat gebruiken. Dat is bij Qlee natuurlijk ook. Als ik een foto maak van een beeldscherm, dan is het op dat moment op mijn telefoon. Maar normaal gesproken kan je het systeem niet kraken. Even terug naar algemeen. Qlee, ook voor jullie, in de zorg een hectisch jaar 2015. Ja. Wat zijn de zaken die je zegt van nou, die hebben we opgepakt in 2015 en naar tevredenheid afgewerkt? We zijn continu bezig. We hebben heel veel ervaringen opgedaan bij allerlei zorginstellingen. En die informatie die hebben wij al tot ons genomen en gebruiken we momenteel om naar Qlee versie 2.0 te komen. Mm-hmm. Die nog gebruikersvriendelijker is. Waar je ook meer terug zal zien van slimme sensoren die je kan gaan koppelen. Nog meer elektronische patiëntendossiers en elektronische cliëntendossiers die automatisch gekoppeld worden aan het systeem. Dus we maken echt flinke stappen vooruit in 2016 ten opzichte van 2015, wat al een mooi jaar was. 2016, want je maakt het bruggetje al. Ja. Waar hebben jullie voor jullie zelf de lat gelegd? Wat willen jullie graag als ideaal ontwikkelen in 2016? Nou, waar ben je tevreden mee, laat ik het zo stellen? Ik vind dat het vooral voor de oudere mens, dat het nog gebruikersvriendelijker moet worden. Je ziet dat het huidige systeem is soms nog wat te technisch ingestoken. Dus die gebruikersvriendelijkheid moet sterk omhoog. Wat ik al zei, het koppeling van slimme sensoren, dat is erg belangrijk. Die twee zaken die staan wel bovenaan aan het lijstje. Ja. We gingen in het Kellebee College ook op bezoek bij Care Innovation Center. Chantal van Spaandonk, directrice van Care Innovation Center, heeft daar het huis van morgen. Chantal nam ons mee terug naar 2015 en keek ook naar alle projecten van 2016 die Care Innovation Center gaat oppakken.
Chantal van Spaandonk, directrice van Care Innovation. Wat is er zoal gebeurd in 2015, Chantal? Nou, 2015 is voor ons wel een mooi jaar geweest, het derde jaar van ons bestaan. In 2015 hebben we ook onze fysieke vestiging kunnen invullen, dus toen zijn we hier ook gehuisvest. En hier praat je over? In het Huis van Morgen. Dus dat is een ruimte in het Kellerbeek College, de Zorgboulevard. Dat is het MBO Zorg en Welzijn van het ROC West-Brabant. Mm-hmm. Ja. Maar ook even belangrijk, nu de locatie benoemd, jullie regio is West-Brabant. Ja, onze regio is West-Brabant en ook daar hebben we natuurlijk een mooie primeur in gehaald. Met Alles is Gezondheid, dat is een programmabureau vanuit de verschillende ministeries van de landelijke overheid die op het gebied van preventie willen werken. We hebben eigenlijk gezien wat krachtig netwerk wij hebben. Dat hebben we eind 2014 laten zien. En in 2015 hebben ze ons eigenlijk gevraagd om als eerste regio met hun samen te werken. Dus al een mooi succes in 2015. Ja. Wat is er nog meer gebeurd in 2015? Dat je zegt van nou, daar zijn we erg trots op. Nou, in 2015 hebben we dus het Huis van Morgen fysiek ingericht. Dat betekent een ruimte waar je allerlei zorginnovaties, producten kunt zien. Die ervoor zorgen dat je langer thuis kunt blijven wonen. Dat je langer gezond kunt zijn. En wat voor aantallen moet je dan praten qua innovaties? We hebben een kleine 50 innovaties inmiddels hier in het Huis van Morgen liggen. Dat zijn allemaal nieuwe producten die gebruikt kunnen worden? Ja, en dat zijn ook producten die al op de markt zijn. We hebben een paar producten die binnenkort gaan komen, maar we hebben er bewust voor gekozen om zoveel mogelijk producten te laten zien die in principe al gekocht kunnen worden. We hebben er onder andere een aantal mogen laten zien in de uitzendingen bij onze zorg in de regio. De hulp bij het hulpmiddel bij de kuisen. Onder andere was een voorbeeld. Ja. De stappenteller, dat zijn dan van die innovatieve producten. Ja, klopt. Ja, ja. Het Huis van Morgen. Ja, uniek aantal bezoekers hebben jullie gehad dit jaar. Hè? Vertel daar iets over. Ja, we hebben afgelopen jaar 1600 mensen hier mogen ontvangen. Waaronder studenten, zorgprofessionals, mantelzorgers, ondernemers, maar ook heel veel burgers. Nauwe samenwerking met de KBO Roosendaal hebben we daarvoor gehad. En daarnaast hebben wij op verzoek van de bezoekers ook een digitaal Huis van Morgen gemaakt. Dat is een website waar je alle producten kunt vinden die je hier ook ziet. Maar waar je ook met Google Street View binnen kunt komen lopen. In december hebben we dat ontwikkeld. En binnen een anderhalve maand hadden we al 4800 bezoekers op onze website. Dat is een geweldig aantal. En ik heb begrepen dat jullie een totale bereik hebben gehad van mensen van ruim 17.000. Ja, klopt. Ja, dat zijn prachtige resultaten. Aging 2.0, denk ik. Ook nog iets wat memorabel was. Ja, in september hebben wij het startevenement mogen doen van Aging 2.0 Nederland. Mm-hmm. Aging 2.0 is een organisatie vanuit Silicon Valley. En die hebben de ambitie om een wereldwijd netwerk op te zetten voor innovatieve start-ups. En waar was dat georganiseerd? We hebben dat in Breda georganiseerd. Samen ook met de gemeente Breda bij Avans Hogeschool. En daar hebben een vijftal ondernemers mochten daar pitchen, dus vijf start-ups. Eén daarvan heeft gewonnen en die mag ook komend jaar naar Silicon Valley toe om daar te pitchen. Mm. En het was onderdeel van een 30 in 30 in 30 event. En dat betekent dat er in 30 landen in 30 dagen 30 evenementen georganiseerd werden. En dat was in Londen en in New York en allerlei grote steden. En uiteindelijk is ons event uitgeroepen tot een van de top 3 best georganiseerde events van de 30. Ja, geweldig. In 2015 was je ook met de voorbereiding bezig van iets wat je in 2016 inderdaad binnen hebt gekregen. Ja. Cross-care subsidie. Ja. Allereerst, wat is dat? De cross-care subsidie die is primair bedoeld voor ondernemers en niet zozeer voor het weer ontwikkelen van nieuwe innovaties, maar vooral innovaties die net ontwikkeld zijn, om die nog beter af te stemmen met de doelgroep, om de eerste implementatie te gaan doen en uiteindelijk voor opschaling te zorgen, zowel in het Nederlands als in België. En dat doen we dus door een samenwerking met 6 proeftuinen, 3 proeftuinen in Nederland, waar het Care Innovation Center ervan één van is. En 3 proeftuinen in België waar we dan een samenwerking mee hebben. Mm. Het Huis van Morgen, daar zitten wij nu fysiek in. Maar jullie hebben ook een plan bedacht om naar de cliënten toe te gaan. De mobiele versie. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we kregen vanuit de bezoekers die hier geweest zijn ook de vraag van, oh, maar mijn moeder woont in Breda of mijn moeder woont in Hoeve of mijn moeder woont in Steenbergen. En die zou het misschien ook wel heel erg leuk vinden. Maar voor haar is het fysiek gewoon lastig om deze kant op te komen.
Dus zo hebben we eigenlijk het idee bedacht van het mobiele huis van morgen. We hebben de eerste proefsessies, nu in januari gehad. En dat is zo goed bevallen. Dat we nu in samenwerking met de verschillende ouderenbonden, dus VBOB, de KBO, dat gaan uitrollen. En onze droom is straks dat er een student samen met een vrijwilliger vanuit de ouderenorganisatie met die koffer op pad kan gaan. Want het is een koffer, hè? Het is, ja, het is op dit moment is het een koffer. Hè? En nou, misschien krijgen we ook nog een bus. Maar het is een koffer. En op basis van de doelgroep kijken welke innovaties zijn interessant. Hè? Dus je kiest een aantal elementen uit en zeggen, nou, dat is goed voor deze doelgroep. Ja. En dan gaan ze mee op pad. Ja, klopt. Hè? Dus die ambitie hebben we. En we hebben ook de ambitie om één wat groter aan te sluiten bij een wat groter evenement. Waar we echt de verschillende innovaties kunnen laten zien. Zoals liever thuisbeurs, een beetje dat idee. We zitten inmiddels al in maart 2016. Eind deze maand staat er ook nog een activiteit hier gepland. Ja. We hebben een aantal partners van het Kernfeestcentrum. Er zijn ook partners die actief zijn op marketing en communicatie. En wat wij terugkregen van een aantal partijen uit de markt, dus zorgorganisaties en ondernemers, dat ze veel meer als ondernemer de cliënt moeten gaan benaderen. En dat ze daar best wel zoekende in zijn hoe ze dat beste kunnen doen. Dus op basis daarvan hebben we nu met een paar partijen een programma opgezet, zodat we hun laten zien van hey, wat zijn nou belangrijke dingen om te doen in de communicatie, niet naar de cliënt zoals het voorheen was, die heeft geen keuze, maar juist naar de zorgconsument die gewoon veel zelfbewuster keuzes gaat maken en zelf ook gaat kiezen waar die thuiszorg krijgt of waar die andere vormen van zorg in gaat kopen. Nee. Of producten. Ik ben altijd bang bij jou of dat we wel door de tijd heen komen, maar ja, dat gaat vanzelf. Wij zijn er wel heel trots op dat we zorg in de regio wederom partner mogen zijn van Care Innovation voor 2016. En we gaan samen weer een hopelijk een leuk jaar tegemoet. En wij zijn ook weer blij met jullie als partner. Dank je wel. Dit was het weer voor deze week. We hopen dat u met plezier heeft gekeken naar zorg in de regio. Mocht u een aflevering nogmaals willen bekijken, dan verwijzen wij u graag naar onze website.